Vroeger toen een student op NetSchool wilde inloggen in een elektronische leeromgeving waar hun leermiddelen staan, moest hij eerst inloggen bij ons in het systeem en vervolgens moest hij in NetSchool nog weer een keer apart inloggen. En daar had hij dan verschillende wachtwoorden of verschillende gebruikersnamen. De mbo-instellingen maken voor een groot deel gebruik van NetSchool. En, om het makkelijker toegankelijk te krijgen voor studenten en medewerkers is het nodig om de toegang te vereenvoudigen. SurfConnect moet daar een rol bij gaan spelen om de ontsluiting van toegang naar al applicaties die in de cloud draaien en studenten en medewerkers hier intern, om dat bij elkaar te brengen. De rol van Sambo ICT in de samenwerking tussen NetSchool en SurfConnect en de instellingen is dat we vanuit Sambo ICT vooral de vraagbundeling doen. We brengen instellingen bij elkaar. Die brengen we in contact met Surf, met NetSchool en vervolgens moet het daar ook worden ontwikkeld. De meerwaarde van dit traject was dat we de vraag van al die instellingen hebben gebundeld tot één vraag en vervolgens collectief hebben kunnen aansluiten tussen NetSchool en de instellingen. De meerwaarde die de koppeling met SurfConnect ons biedt, is dat de student en medewerker maar één keer hoeven in te loggen en vervolgens automatisch door kunnen naar een NetSchool-omgeving. Voor de docent is dat een heel groot beheersvoordeel. Je hoeft namelijk niet elke keer op zoek naar wachtwoorden op het moment dat de student zijn wachtwoorden bijvoorbeeld is kwijtgeraakt of omdat hij een tijdje op stage is geweest, is vergeten. Nou, het grote voordeel is, je bent als je inlogt op je computer hier, ben je meteen geconnect met alles. Het scheelt heel veel tijd, toch wel, het laden duurt altijd lang van de pagina en nu ben je gewoon pats, je klikt internet aan en je bent er al. Wij gebruiken SurfConnect ook voor andere diensten dan NetSchool. En wij gaan in de toekomst SurfConnect voor nog veel meer ontsluitingen gebruiken. Wij zitten er zelfs over te denken om eigen applicaties ook via SurfConnect te gaan ontsluiten.